Vasten heb ik gedaan op een hele lichte manier. Is niet gelukt. Het welbekende crashdieet is wel eens voorbij gekomen. Diëtistes, personal trainers. Het simpele voedingsschema proberen te veranderen. Gewoon je leefstijl. Lukte op dat moment niet. Was daar te mentaal instabiel voor. Zeker 12 jaar heb ik geprobeerd om af te vallen. Ik weet zelf ook niet waarom het niet lukt. Misschien ook wel een beetje mijn omgeving. Mijn moeder was altijd te zwaar. Die is nu wel veel afgevallen. Maar mijn oma was ook veel te zwaar. Dus daarin zie je wel een beetje overeenkomsten. Dus dat het bij ons gewoon erin zit. Ik zie een maagverkleining als laatste redmiddel om naar een gezond lichaam te werken. Ik hoopte heel erg veel af te gaan vallen daardoor in combinatie met het sporten. Ik zag het niet eens als makkelijke weg, zoals heel veel mensen zeggen, of zwak. Ik zag het als mijn laatste hoop.